Hey, wil je weten hoe je een speer maakt? Ik denk het wel, hè? Dat is heel gaaf. Zorg ervoor dat je zo'n soort blad hebt. Dus een tropisch blad. Je hebt hier een schaar en je knipt hem door. Eén keer. Hier ongeveer. Momentje. Dan moet ik even met het zaagje doen. Dit is het zaagje. En als het je lukt, kun je hem nou breken. Kijk, dan heb je dit al. En dan moet je nog een klein stukje doen. Nou ja, dit kan ook. Ik krijg dat klein stukje er niet uit. En kijk, dan moet je ervoor zorgen dat je hier een stok hebt. En kijk. Zie je dit? Eerst een klein sneetje maken. En dan tegen de grond opzetten. En dan met de hamer op dit mesje tikken. Kijk, en hij is gespleten. Je kunt er nog wat verder doen als je dat wil. Hebbes. En dan kun je ditje ertussen doen. Zie je dat? Oh, iets verder ertussen. En nu moet ik een touwtje hebben. Dat is moeilijk. Ah, shit. Wacht even. Ik knup het vast. Je hebt dat groene blad ertussen. Tussen de gespleten stok. Je doet er een touwtje omheen. En zo strak knuppen als je kan. Sorry, eventjes de zaag was gevallen. Ik zal hem even oprapen. Ja. Oké. En dan wikkel je een paar keer. En dan kan het zijn dat hij zo goed vast zit. En trouwens, ik hoorde net... Trrr, dat was een specht. Dat hoorde ik net. Misschien jullie niet, maar ik hoor hem wel. En die grote boom daar. In mijn tuin. Nee, grap, je zit niet in mijn tuin. Je zit al bij de schommel daar een stukje verderop. Ik hoor hem vanaf hier. Je gaat gewoon een stukje die kant op en dan ben je bij de schommel. Dat is toch niet zo ver. Ik hoor hem weer. En als dit nog niet stevig is, moet je er nog een extra touwtje bij doen. Ongeveer... anderhalve meter. Een hele meter en een halve meter. Knip ik nog een keertje. Zo strak als ik kan. Want dingetjes zag. Hoppa. En moet ik zo een veer hebben. Maar dan ben ik eventjes niet in beeld. Dus dan ben ik zo weer terug. Op het beeld. Eerst knip ik nog een keertje. Als ik al een paar keer gewikkeld heb. En dan doe je moeilijke.
Kijk. Tjing, tjing. En nu maak ik het handvat. Kijk, zie je dit? Dan maak je zo'n lijntje helemaal rond. Helemaal rondom de stokken en dan weet je waar je alles weg kunt halen en alles niet weg kunt halen. En dan aan de onderkant. Oké. En dan ga je gewoon die kleine velletjes, die bruine velletjes wegzagen. Ja, ik ben helemaal fan van bouwen en speer maken en dat soort dingen. Oké. Dan heb ik hier al best wel een groot handvat. Dan kun je bijvoorbeeld hier vasthouden of zo vasthouden. Nou ja, je weet wel hoe een Indiaans speer eruit ziet, toch? Gewoon nog een veertje erbij. Oh ja, en ik heb nog iets heel cools. Ik ben zo weer terug in beeld. Ja, ik ben er weer. Kijk. Een groene veer. Van een van de groene papegaaien. En als je die hier tussen doet, dan is die heel mooi. Nou, groetjes Finn. Dat was de Indianenfilm van de Indianenspeermaker. Wil je meer weten? Dan maak ik er nog meer films voor jou. Groetjes. Groetjes. Ja, ik wens jullie echt een groeten. Nou, veel plezier. Doei.